In een totaal ondergesneld code roodland zitten we hier dan toch op de redactie. En de vraag is of we natuurlijk nog gewoon thuiskomen. Ik wel, ik woon hier redelijk dichtbij, 15 minuten, Haarlem, dat haal ik nog wel. Jelle woont in Amsterdam, dus die gaat vrolijk fietsend naar huis. Maar er zitten hier ook een paar mensen die naar Bennekom en Arnhem en Rotterdam moeten, dus ik weet het niet. Maar goed, dat wil niet zeggen natuurlijk dat wij gewoon toch ondanks alles gewoon hard tonen en gewoon weer een volle week voor jullie klaar hebben staan. En ik denk toch alweer 20 plus items. Nou, vandaag heb je denk ik al voor een deel gezien, PlayStation Experience, hebben we toch wel een beetje naar uitgekeken. Wat vonden we ervan? Dat staat online, we hebben natuurlijk brieven maandag. Wat gaan we nog meer doen deze week? Games? Leuke games, maar niet heel speciaal. Nou ja, één game waar je misschien wel even op zit te wachten is, of een game, DLC, is natuurlijk de DLC van Destiny 2. Koos en Kevin zijn ermee aan de slag gegaan en het wordt wel een beetje do or die voor Destiny 2. Ik hoor toch heel veel negatieve verhalen. Niet dat het heel slecht is, maar mensen hadden zoveel meer en zoveel beter willen hebben. En verhalen over je endgame gear die dan weer niet oké is als je geen DLC koopt. Al van dat soort kleine dingetjes zit wat irritatie. Dus ik ben benieuwd wat Koos en Kevin daarvan vinden. Andere game die we gaan doen, dat zijn meer remakes. Er komen nu gewoon wat remakes aan, weet je wel, om toch nog even met kerst wat in de winkel te hebben liggen. Okami. Je weet wel, die Pencell game volgens mij, met die wolf. Kevin wilde deze game ooit spelen, heeft dat nooit gedaan. En hij is nu geremasterd, dus daar kan hij alsnog mee aan de slag. Hij gaat lekker penselen met onze andere kunstenmaker hier op de redactie, Emiel. We hebben ook, ik denk dat het een let's play gaat worden, Steep Road to the Olympics. Ja, weet ik niet. Ik bedoel, sneeuw. Ik weet niet hoeveel van ons dit jaar op wintersport gaan. Ik denk niet heel veel. Dat is een beetje de snowboard en de ski game op weg naar de Olympische Spelen. En de vraag is natuurlijk, leven dit soort games nog wel? Ik ben er heel benieuwd naar. Eén game waar we wel heel veel van verwachten. En waar we dan eindelijk eens een keer echt wat zinnigs over kunnen zeggen, is Kingdom Come Deliverance. Staat bij heel veel GameKings heel hoog op het verlanglijstje, maar wat we nog niet weten, wat is het nou precies? Is het nou een beetje een Skyrim-achtige game? Of is het iets totaal anders? En Boris en Jelle hebben een flink aantal uur met deze game mogen spelen. En ik ga deze met één oog kijken, deze review. Want ik wil heel graag, ik heb iets in mijn hoofd van wat het moet zijn voor mij. En dan is het de game van het jaar. Maar ik weet niet of dat het is. Dus ik ben ga een beetje angstig kijken. Maar wie weet komt mijn wens ook wel uit. Filmkings, Indiekings, Techkings, dat hebben we natuurlijk allemaal. We hebben ook, even kijken, zeg maar even verder te kijken hoor. Wat we nog meer gaan doen. Jezus, hoe kan ik het vergeten, man? Star Wars, de film. Hoe heet die film? The Last Jedi. Oh, The Last Jedi. Ja, weet ik veel, man. Jelle en ik zijn van het front. Doe even normaal, man. Doe zelf normaal. Ja, dat bedoel ik. Nee hoor, ik vind iedereen, als je helemaal gek bent van zo'n film, moet je het vooral doen. Ik heb alle zoekwoorden van Star Wars geblokt op mijn Twitter. Ja, en absoluut totale paniek. Bij Shelly trouwens, eventjes. Maar goed, dat ziet niemand. Ik zag opeens een schaar heel gevaarlijk in de lucht slingeren. Maar er zijn hier een aantal, vooral eentje die naast me zit, die hebben al echt al 24 kaartjes gekocht om op dag 1 de film echt 30 keer te zien. Ik vind wat ik altijd het leukst vind aan Star Wars films, is altijd, mensen zijn zo fucking psyched. Ze zijn nu al een aantal keer gewoon hard in de kont genomen met Star Wars, maar ook een aantal keer niet. En elke keer hebben ze altijd, weten ze al ongeveer wat ze zouden willen hebben om het heel vet te vinden. Maar ja, je weet het niet. Het kan zomaar weer tegenvallen en dan valt het ook altijd 10 keer zo hard tegen. En er zijn ook altijd van de ene vindt dit en de andere vindt dat. Dus we gaan gewoon weer een aantal GameKings op pad sturen. In ieder geval Koos, want die gaat de eerste dag al. En daar krijg je natuurlijk gewoon een mening voor. Dus daar gaan we iets leuks mee doen. Dat is heel belangrijk. Wat we ook gaan doen is Xbox Gold en PlayStation Plus is naast elkaar liggen in 2017. Ik vind dat eigenlijk best wel interessant. Wat heb je gekregen? Hoeveel was het waard in euro's? Wat was de gemiddelde
cijfer en wat voor games waren het? En ja, hoe vet is een Xbox Gold en een PlayStation Plus account wat je krijgt? Dus gaan we ook gewoon eens bekijken. Even kijken. We hebben een discussie opgenomen over CryptoKitties. Ja, de CryptoKitties. Ik ga niet eens uitleggen wat het is. Het heeft iets met crypto te maken en Boris zit erin. Dan weet je bijna al genoeg. Maar je schijnt er ook heel veel geld mee te kunnen verdienen. En dit is de week. En ik denk dat toch wel heel veel mensen het een beetje vergeten zijn. Maar dit is het week waarin PUBG op de Xbox uitkomt. De 16 december. Ik ben al druk met Microsoft bezig, maar die zeggen alleen maar van we weten niet wanneer code komt, maar het zal waarschijnlijk de dag van launch zijn. Nou, dan hoop ik dat we hem vrijdag hebben, want dan kunnen we een Let's Play opnemen. De week daarna krijg je natuurlijk de review. Ik heb eigenlijk heel veel zin om deze game te spelen en Shelly bijvoorbeeld ook, omdat we speelden hem niet op de PC. Eigenlijk is deze game volledig een beetje langs ons heen gegaan. Vooral omdat het gewoon heel erg PC-based is en niet iedereen hier op PC speelt. En de mensen die wel op PC spelen, waren nou niet per definitie PUBG-aanhangers. Maar ik hou wel van een goede potje shooter. En inmiddels heb ik alle maps van Call of Duty wel 20.000 keer gespeeld. Dus ik ga dit spelen. En ik weet nog niet of we die deze week gaan plaatsen, maar het zou best wel eens wel kunnen. We gaan een heel interessant interview opnemen met een wetenschapper die alles weet over freemium games, oftewel free-to-play, en hoe dat eigenlijk de hele markt gesloopt heeft. Boris gaat die interviewen, dus dat wordt ook fucking interessant. En feitelijk deze week, maar dat ga je deze week nog niet zien, maar we beginnen deze week al met de opnames van de dubbel dikke kerstweek met ongelooflijk veel eindejaar shit. Je kan echt gaan bingen elke dag premium. Minimaal 2 uur of bijna 2 uur vette content om te kijken. We zullen ook dingen doen die iedereen kan zien. Maar het kost echt heel veel werk. Want feitelijk moeten we in 2 weken tijd voor 3,5 week opnemen. Dat zijn meer dan 70 items. Dus het is echt gewoon heel veel werk. Dus vandaar dat veel premium zal zijn. Maar het is het wel waard. Het wordt echt heel tof. Ik heb de eindejaarslijstje al gezien en het gaat echt alle kanten op. Er zit niet echt een soort van dat iedereen ongeveer hetzelfde op 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 heeft gezet. Er zitten verrassende games bij. Dus het gaat een spektakel worden in deze witte wereld. Sneeuw, hè? Wit. Sneeuw. Ja, gaan we dat weer krijgen.